Is Toyota een sportief merk? In eerste instantie heb je niet echt die associatie met Toyota. Maar als je kijkt wat ze worldwide in de autosport doen, Japan, Verenigde Staten, dan hebben ze toch wel heel veel sportieve modellen. Vandaag op de rollenbank een Corolla T-Sport. Wat is dat eigenlijk, een Corolla T-Sport? Ik ken hem niet. William, welkom bij Op de Rollenbank. Kun jij mij vertellen wat een Corolla T-Sport is? Het is een beetje een vergeten hot hatch uit de jaren 2000. Het moest een concurrent worden van de Civic Type R. Honda heeft het beter aangepakt dan Toyota, want ja, de Type R is niet weg te denken als je denkt aan hot hatches. Maar de T-Sport, ja, die is niet goed aangeprezen. Maar hij kan best veel. Hij is net als de Type R ook een hoogtoerige motor, waarin het vermogen ook bovenin de toerenbereik zit. Ja, ik ben benieuwd, wat gaat hij doen? Er is wat gebeurd aan deze auto. Toen heb je hem op een rollenbank gehad, niet deze. Maar je wil niet zeggen wat hij toen voor output had, hè? Nee, dat is nog even top secret. Er zijn een aantal dingen nog toegevoegd sinds dan. En ik ben heel benieuwd of ik winst heb door die aanpassingen. Ik kijk nu al uit naar de nabeschouwing. We gaan het zien. Ik heb in november heb ik hem laten op de rollenbank gehad. Toen werd hij veel te heet. Toen hebben we ook met onze hand konden we niet de buis vasthouden. En nu dat we hem in goud hebben ingetaped, zou dat dus hitte moeten weren. En als ik even snel hoofdreken, dan heb ik gewoon 13 pk terug. Want ik durf hem ook nu gewoon vast te houden. Ja. En dit kon ik gewoon niet doen. Want die lucht gaat koeler erin, zeg maar. Precies. Kijk, het blijft alsnog natuurlijk wel een beetje een aanzuiging van hitte lucht vanaf de rechterzijde. Ja. Maar ja, nu vanaf links waar de hittebron zit, ja, ik kan hem nu gewoon vasthouden. Ja. En dat kon ik voorheen niet. Nee. Hey, dus we hebben een tevreden klant. Meer dan tevreden. Ik ben echt happy de peppy. Echt, ja. Want 10 pk extra en lekker bijterig en het klinkt goed. Hij klinkt echt heel goed. Ja, het is echt altijd echt een feest om mee te rijden. Okay. Ja. Nou, dank voor je komst. Ja, graag gedaan. Kun jij me uitleggen hoe dat werkt met die nokkenasverstelling die op een bepaald toerental erin komt? Ja, uiteindelijk heb je de nokkenasverstelling. Dat is een van de twee delen, zeg maar. Die kan uiteindelijk de verdraaiing van de nokkenas ten opzichte van de krukas doen. Dus dan gaat uiteindelijk de duratie kun je daarmee, zeg maar, wanneer die begint en wanneer die eindigt, ga je aanpassen. En het andere is kleplift. En dat is uiteindelijk de openingsslag van de kleppen. En dat is uiteindelijk. Dus deze heeft alle twee. Dus die heeft en, zeg maar, kleplift en die heeft klep. Hoek, zeg maar. Dus uiteindelijk gewoon zoals een Vanos van een BMW bijvoorbeeld heeft. En dat zien we terug in de grafiek ook. Dat zie je heel erg goed terug. Ja, je hebt echt uiteindelijk. Het is bij deze wel heel extreem. Want Honda heeft natuurlijk hetzelfde idee met VTEC. Uiteindelijk gewoon een tweede nok, zeg maar, die op gaat lopen. Dat je uiteindelijk een andere kleplift en een duratie krijgt. Dus die doet echt letterlijk een hele nokkenas eigenlijk wisselen. En deze is echt bij 6200 toeren gaat in één keer nog een keer aan. Zeg maar. En dat is wel bij deze heel heftig. Normaal gesproken zou ik zeggen, leg hem 500 toeren eerder. Hopelijk is het dan wat glooiender, zeg maar, naar elkaar. En dit voel je echt letterlijk, zeker weten bij dat toerental, denk ik van pop, dan komt hij nog een keer. Maar dat is minder geraffineerd dan bij Honda bijvoorbeeld? Ik vind het in dit geval wel, ja. Maar wel een goede eindscore uiteindelijk, toch? Ja, 100%. Hij doet het gewoon perfect. Thank you.